Yo, Badder. Bro, Rico. Ja, dat ben ik. Yo, Badder. Die Kian heeft mij niet weer, broer. Wie? Die Kian bericht me weer. Hij zegt tegen mij, vanavond kunnen we die dingen fixen. Broer, is al te laat. Hij zegt, niks is te laat. Ik kom mijn money gewoon halen. Ook al sta ik alleen, man. Wat gaan we met die man doen? Ook al sta ik alleen? Wat is dat voor een rare zin? Ik weet echt niet, man. Hij zegt, niks is te laat. Ik kom mijn money gewoon halen. Ook al sta ik alleen. Maar waarom zou je expres zeggen dat je alleen zou staan? Zeg maar, waarom zou je dat expliciet, zeg maar, zeggen? Snap wat ik bedoel? Waar ik heen wil? Dat is een goede vraag, bro. Dus eigenlijk met andere woorden, hij is met meer, man. Dat is wat ik dan denk, toch? Bro, wat zal ik zeggen dan? Yo. Ik denk dat je het beste kan zeggen. Ja, ik denk we kunnen. Zeg gewoon vanavond praten we wel even, ja? Ik weet niet of je je money krijgt, maar we praten wel even. Doei. Ah, ik heb gezegd. En breng me naar die garage, man. Ah, dan wachten we het even af tot hij reactie geeft, Zemieling. Yo, chef. Yo, chef. Je had me gebeld, maar je kreeg me niet te pakken omdat ik uit de stad was. Ik had een collega van je gebeld, man, bro. Oh, heeft hij al gewoon informatie gedeeld die je moest hebben? Ja, man. Ik moest even weten over ene Ryan of zo. Over Bulut of Nulut. Alsjeblieft op over hem, man. Het was eenmaal gootje of zo, we hebben hem geschoten, man. Ja, toch, je hebt gelijk, bro. Hij moet gewoon eruit. Ja, bro, luister. Hij wil ons joinen, toch? Yo. Dus hij zegt van ja, is goed. We hebben een meeting met die man. Man komt aan met een Big Mac outfit of zo, bro. Hij heeft een dikke buik, wat wil je zeggen, u tegen? Ja, bro, dat ik weet het. Hij komt altijd in die dikke buik, bro. Altijd. Wat een kleine jongen, man. Oh, jee. Iets anders nog. Al jullie boys doen een beetje zaken bij ons, toch? Leveren die base. Ja. Yeah. Wij protecten jullie ook. Vandaag was er weer een pistol op. Jullie boys hebben we kunnen rippen. Mm-hmm. Dus we kunnen nog gesprek starten met jouw boys en onze boys. Als mijn boys en jouw boys die goed in de stad zijn met z'n allen. Kunnen we goed praten, deep web maken, codewoord. Ja, kunnen toch, we elkaar laten we verder helpen de toekomst in, toch? Ja, laten we dat doen, toch? Man. Ik ga het even laten weten als iedereen er is. En dan laat ik gelijk weten, man, bro. Hij is goed, Mootje. Ga je spreken? Ja, toch. Hey, rustig gaan spreken. Ciao. Zo. Wat is met Mootje? Ja, Mootje had ik gisteren gebeld om die ene Ryan, toch? Met die Big Mac buddy. Ja, ja, toch? Huh? Die guy bij de quarry die hij dood heeft geschoten, terwijl ik niet zei dat je moest doodschieten. Die, zeg maar. Ja, die. Oké, weet je het weer? Bob, waar de fuck ben je, bro? Ik zat met Mootje Akain, dat was je, man. Oké, maar waar ben je? Wat? Dat is niet wat ik vroeg. Pier. Hé, maar even concreet, bro. Je hebt iemand gespot, bro, maar nu zit je nonchalant bij casino of zo. Wat is dit? Ja, omdat ik werd beschoten. Ja, toch? Dus je is goed, maar door wie? Ja, door een Chinese kamatje, maar die boys gaan eraf. Oké. Maar kom je deze kant of dat we op die guy kunnen move? Ja, ik ben er nu. Wat? Error. Hoezo shit komt, bro? Wat zeg je nou allemaal, jongen? Schelmaal, waar moet ik naartoe komen dan? Paletto. Wat? Jij moet. Bro, ben jij mijn gol of ben jij mijn gol? Jij moet mij toch vertellen dat je iemand hebt gespot? Jij moet toch zeggen welke outfit? Moet ik het allemaal ruiken of zo? Ik weet ook niet eens waar. Ik sta bij Paletto garage. Ik ben strapped met wapen. Wel maar 5 kogels extra. Ja, ik heb een waggie nodig, maat. Ja, pak hem mee, hè? Nee, ik heb overhoorden nodig. Hij staat er nog wel, man. Moet ik een foto maken of niet, joh? Hoe joint Appie 3 keer? Hey, bro, maak een foto, maak. Doe even zakelijk, bro. Denk even na. Ja, jongen, rustig, hè? Wat zei je, Appie? Andere outfit, dan kom ik. Ja, toch duidelijk. Moeten we ook niet een andere outfit aan doen? Nee, man, dit is mijn undercover outfit, man. Hier, lijkt ik op Fernando. Maar wat zei je? Is de tactiek, bro. We zijn Paletto, man. Thuisbasis. Zij daar ook. Wie is waar? Ik kan je wel zeggen, Bob is hier niet, in ieder geval. Nee, John appte mij. Mag ik een ding pakken? Ja, wij gaan op de brug staan en we gaan handelen. Oh, ik heb een foto binnen. Laat me even kijken, jongens. Rode t-shirt met een tas. Hoor je dat, jongens? En hij heeft een rode Volkswagen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ah, luister. Hij heeft geen broek. Kan iemand me even of rode lenen, bro? Want ik zeg heel eerlijk, kan daar niet aankomen met die skeren, waggie, man. Kan, maar ik ben bang dat die lampje heeft. Goeie Bob. That's what we love. Nou, deze heeft wel lampje. Ja, maakt niet uit. Dankbaar. Ja, dit is een rood lampje. Ik dacht, hij heeft een oranje lamp. Nee. Wacht, misschien ik heb een trap druk misschien nog. Ja, geen lampje. Maar hoe komen jullie allemaal aan die auto's, bro? Waarom heb ik niks? Deze heb ik al lang, man. Hey, Badder, stap in. Ik kom eraan. Hij is wel met 2 personen, vergeet dat. Ik heb een extra wakkie nodig dan die, die meegaat. Hey, bro, hoe doe ik die kofferbak dicht, man? Mijn Durango is heet, hij weet gelijk dat ik het heb. Ja, maar dat maakt niet uit. Ik heb puur eentje nodig voor pick-up. Ik heb geen dingen van je. Hoe fucking masker op, gast? Ja, ik heb die blijkbaar dus niet bij deze auto. Ja, ik wil wel. Oh, weet je wat, daar was mijn visie zien gisteren. Nee, bro. Dan geef je een. Hij gaat er toch vanaf. Geef mij die, bro. Dan ga ik hem op terug. Ja, maar eigenlijk best 3 man op terug. Hey, boys, luister, concreet. Ik heb geen wapen. Listen. Appie, jij bent vervoer, ja? Jouw taak is gewoon puur jouw auto straks naast mijn auto te zetten als ik hem eens heb en hem erin te zetten met mij. Ja, dat is jouw taak. Ik ben met wat? Bob geven. Jonna, kom even me vallen. Oh, wow. Ja, let op, maar ik moet eerst die perken halen, want die bronco is lekker bandje. Hey boys, fuck it, ik doe het wel solo, man. Ik heb jullie ook niet nodig. Nou, ik ga nu wel daarheen rijden. Kom gewoon met een andere auto's dan, boys. Gaan we op die brug staan. Oh, wow, bro, dit kan niet, man. Hey, die man moeten John, we nu pakken. We hebben geen tijd voor reperken. Bob, luister. Ik en Rico zijn solo, we gaan daarheen. We pakken die man en daarna zien we jullie wel, toch? Ik ben onderweg gewoon om jullie dekking te geven. Je moet in alle tijden voorbereiden. Hey bro, Bob, ik weet niet of je het serieus neemt, broer. Maar die man heeft op John geschoten.
geschoten. Hij heeft mij zelfs een setje gegooid, bro. Ja, bro. Dus hoe ga je nu niet activeren en doe je zo doodleuk? Justo, boys. Jullie moeten ook serieus zijn of ga ergens spelen of zo in het water. Echt zo, man. Bro, ik ga dit man doodmaken, bro. Bro, jullie lopen allemaal verschillende dingen te doen. Er moet één iemand zijn die de hiërarchie leidt, zegt wat er gedaan moet worden en that's it. En diegene luistert naar iedereen gewoon klaar. Snap je? Want nu gaat iedereen zijn eigen plan werken en dan gaat het weer fout. Als één iemand zegt allemaal uitpakken, we gaan daar en daarheen, klaar, dan is niks van aan. Maar in ieder geval, we zijn er. Dus we zien het wel. Ik sta achter, of nee, ik sta niet achter jullie. Maar ik ben wel de brug. Dus als jullie worden beschoten, ik heb jullie de plek. Zijn Waggy is weg. Nee, zijn Waggy is die busje, die gele. Ja, ik zie je daar bij die boom. Is goed. Ik ga hem opwachten tot hij zijn ding vol heeft, ja. Hey boys, ik geef jullie even tijd om aan te koppelen. Ik wacht tot hij bij zijn bus gaat staan en ga ik hem pakken. Je brother. Ja. Maar wel bereid op Chase gaat worden. Want zijn Matties dan waarschijnlijk ook. Boeien. Lang geleden dat wij zo'n missie samen hebben gedaan, man. Ja, bro. Maar bro, er moet even duidelijkheid komen, bro. Ze moeten luisteren naar één. Hey, boys. Luister, alsjeblieft. Zorg gewoon dat je een auto hebt. Je hoeft niet eens een off-roader te hebben. Maar zorg gewoon dat je auto hebt en dat je daar in de buurt zit. Je hoeft geen repair kit te halen of moeilijke fratsen uit te halen. Nee, kom gewoon daarheen. Ik ken Subdi, ja, man. Ik heb één extra auto nodig die off-road kan, bro. That's it. Ja, maar dat heb ik. Je hebt die extra 10. Ja, die mag niet off-road. Ja, maar bro, heb je geen skere grindwaggie die je kan pakken of iets? Ja, die mannen echt moeten coachen, man, brother. Ja, dat is absurd, bro. Hoe drijven die boys allemaal die gekke auto's en hebben ze niet eens een off-roader? Dat is redelijk, ik heb ook niet. Jou, bro. Als er gewoon één iemand is, zegt jongens, pak alle off-road auto's, kom naar deze locatie toe. Twee blijven op de brug, twee gaan dit doen. One staat ook te kijken, man. Iedereen doet allemaal verschillende dingen, bro. Hey boys, luister dan. We gaan sowieso een meeting moeten houden, man. Ik zeg eerlijk, want er moeten ook off-roaders gehaald worden. Want als je zeg maar dusdanig nu nog geen off-roader hebt, bro, dat is best wel zorgelijk, man. Ja, man, ik ga G560 kopen, dus. Ja, nee, dat hoeft niet per se. Maar gewoon een off-roader dat je überhaupt off-road kan rijden, dat is gewoon chill. Ik heb er drie. Hey kerel, wat zit je nou? Bij Roodland. Ja, maat, ben je de maatje van die Peaky Blinder daar? Wat? Ja, je bent mensen aan het call hier. Ik weet dat het je maatje hier staat. Peaky Blinder, bro. Bro, volgens mij is dat gewoon je maatje, die Peaky Blinder. Crazy, bro. Bro, moet je. Wie schiet? Ja, het zat hier. Door de brug. Niet achteraan. Nee, op de brug. Wat de fuck, we worden gewoon beschoten, gast. Ja. Word jij beschoten? Dat was op die G-Wagon. What the fuck? Dat had niks met ons te maken. Ik wil wel even kijken, man. Nee. Geen side missions. Ja, maar we kunnen nu deze boy houden hier. Bob, ben je in de buurt? Ja, ik ben nu in de general van... Besef je? Die man komt... Die G-Wagon had niks met... Bro, zag die guy niet daarnaast? Daarmee was hij aan het praten, bro. Ja, bro, maar die man dacht wij hoorden bij hem op. Uiteindelijk worden beschoten en shit. Nee, niks aan de hand. What the fuck? Ik zie hem daar, man. Links. Zie hem? Zonder broek. Witte rode outfit, witte met een tas. Zie hem? Echt voor me. Dat is kennen. Telefoon. Wat met die monkey jacken? Nee. Ik ga langzaam rijden. Oh, zonder broek. Ik zie hem. Rode strepen? Die is goed. Let op, ik ga nu langzaam rijden. Rode, zwarte strepen. Let op. Ik zal hem nu pakken, man. Waarom zouden we hem niet pakken? Wacht tot hij bij zijn. Ik wacht tot hij zijn bus in gaat, man, boys. Dat heeft toch? Dat is anders is dom. Ja, gewoon totdat hij in die kofferbak gaat checken. Ja, anders gaat een hele keten achteraan, bro. En dan word ik geript. En bro, je moet tactisch denken, bro. Luister, er zijn twee opties. Bij die bus, gaat sowieso een keten surprise effect. Of je legt die boksbeugel, knokkeldaster, leg je in de dash. Ik doe hem aan. Ik stap uit, ik zeg tegen hem instappen. Dan weet hij nog niet wie hem heeft gepakt, zeg maar. Of jij pakt hem en ik moet meteen wegrijden, want we moeten dit echt zien. Marsh gaat gelukkig niet voor poorten praten. Ja, jij gaat drijven zo. Ik zet hem erin. Maar we hebben een extra waggie nodig, snap je? Dat is het probleem. Hoezo, hij kan hierin? Nee, dat is twee persoons. Nee, achterin kan hij. Wat? Zeg maar, die deur gaat ook nog open. En anders ga ik wel achterin. Nee, het is echt twee zitten. Nee, deze... Bro, geloof mij, deze waggie is vier deurs. Deze is twee zitten, bro. Klik Griekse ijsbier, bro. Je ziet daar twee plekken. Oh, wat? Nee, dit is een andere raptor. Goedendag, heren. Hi, chef. Sorry? Gaat het goed, meneer? Is het dinosaurus? Ja. Meneer, misschien moet even een sokje water nemen. Ivan, activeer. Hij is in zijn bus, Sorry, boys. Ik was even afgeleid, man, boys. Bro, gaan we negeren dat jij de hele dag je raam open had staan en niks had gezegd? Er zijn heel veel mensen aan het loeren. Laten we daarop houden. Ja, nee, daarom, we moeten luister, ook... Luister. We pakken gewoon zijn bus. Broeder, dat kan. Maar de hele keten... Er staan boven op de brug staan mensen te scouten. Luister. Jij laat hem in deze auto. Hier rijdt hij. Ja, daarom staat ook iemand op de berg daar boven. Een beetje rechts aan de kant. Ja, dan moet je wel hopen dat... We moeten nu activeren, bro. Anders gaat het te lang duren. Wacht. Boys, heeft iemand een waggie, zeg maar, standby? Ja. Dus ik kan zeg maar technisch gezien nu die man gaan handsuppen. Ik ben niks daar. Maar dan moet je niet, dit is een kans dat je beschoten kan worden. Doe maar stop op ons af kan rijden. Hier is gewoon iemand laag. Zie je nog? Wacht eens, nog niet doen. Ik moet ze vastbinden zo, toch? Nee, we moeten gewoon zijn komst hebben. En dat is niet G-Wagon achter die aan. Er is ook een G-Wagon onderin, zeg maar. Die bedoel ik, onder de brug.
Ja, boys, ik zeg eerlijk, dit is echt een gevalletje van patience, man. Hey, boys, waarom ben je in het beschoten? Ja, dat weten wij dus ook. Maar ben jij allemaal op die naar boven? Ja, ik heb daar niks mee te maken. Kom allemaal door de Peaky Blinders zongen. Ja, die Peaky Blinders kerel. Fucking Peaky Blinders, man. Ja, ik weet niet. Ik denk als jullie willen moeten. Waren jullie zeker? Nee. Ja, jullie waren bij, hè? Bro, als, luister. Als één iemand van mijn mannen had geschoten, dan had ik er echt wel achter jullie aangaan, bro. Maar dat heb ik toch niet gedaan? Ja, ze kwamen achter staan. Ja, maar dat heb ik toch niet gedaan, dus daar hoor ik toch niet bij. Oh, zo op die fiets, oké. Joep. Man, dacht even dat we Peaky Blinders waren, joh. De eerste volgende keer als die hier is, bro. Dan staat hier ook een ander vaak als mannetje. Hier dan? Boy, de eerste volgende keer als hij zeg maar bijna zijn bus gaat, dan sub ik die man, ja? Die werkt aan Loot. En man ook. Hij fit. Ja, maar die guy die... Maat, what the fuck zijn ze aan het doen, bro? Dat is een dans of zo, what the fuck? Dan zal ik tactisch misschien gaan plukken of zo. Ik weet niet, man. Ik moet activeren, bro. Wacht, dan kunnen we mensen zoeken. Ja, maar wel. Zoeken, dat betekent dat alles gaat. Shit, man, niet meer. Hij is nu helemaal achter. Yo. Yo, bro, er waren net guns bij de pluk, man. Ja, hoeveel? Ik weet niet, ik zag één iemand met een SRT, bro, maar ik ga even één iemand SRT, een zwarte SRT, waar? Welke auto zijn jullie? Raptor. Wacht, boys, kom even naar linker snelweg. Boys, daar waren guns gezien. Luister, Rico, welke auto ben jij? Raptor? Ja, Raptor, maar we hebben ook andere boys, man. Ik weet niet welke auto ze hun rijden. In ieder geval, als er iets is wat ik zie, dan ga ik het je laten weten, ja? Laat even jouw boys bij het tankstation staan, gaan we even langs jullie rijden, ja? Dan zie je ook welke wakkies wij zijn. Aan jou toch? Dan komen we even langs rijden, toeteren wij even, en dan weten jullie dat wij dat zijn, hè? Ja, toch, allemaal weer. Hey boys, kom even allemaal tankstation. Heb jullie hem? Nee, allemaal tankstation rijden. Ik heb even Mootje gebeld, en hij wil even alle onze wakkies zien. Dan weet je ook welke wakkies van hun zijn, want... Mochaka. Hier was toch net een Gano? Ja, maar dan gaat hij ons niet rippen, en dan weet hij wel wie die wel kan rippen. Maar ze zijn echt met velen, Mochaka en zo. Awo, Rico. Awo, welke auto heeft wapen dan? Dat is een zwarte SRT, man. SRT? Ah, is cool. Oh, ja, dat is cool. Snap je? Nee, we die protectie ook, snap je? Ja, maar het is wel verdacht dat we opeens allemaal weer terug gaan. Nee, maak je geen zorgen. Kom meteen, bro. Ja, je moet hem achter op hem nu. Hey, let's go. Ja, let's go. Gewoon nu een verschuit hebben. Af, ik ga daar op pas naast staan. Hand omhoog, maat. Hand omhoog. Drop je komst. Wat? Drop je komst. Wat? Drop je communicatie. Oké. Ook je extra communicatie. Rustig. Kom. Broodje, rustig. Tempo, maat. Rustig. Laat die mannetje van je maar kalen in die porto, bro. En nu? Instappen in die auto, bro. Laat me niet merken, je hebt dingen gedaan. Instappen. Welke auto? Instappen. Ja, welke auto? Op mijn rug. Deze. Ja, stap in. Deze. Niet tijdrekken, bro. Ja, stap in die auto, bro. Ja, welke auto? Deze, jongen. Oh, deze. Oké, dan. Let's go. Oh man, met de deur dicht. Hey. Ja toch? Met de deur dicht. Ja toch? Zo'n man van mij die put en zo. Ja, wie ben jij? Moet jullie hem hebben? Moet jullie hem hebben? Ja, ik heb hem. Ja, maar ik ken jou niet. Wie ben jij? Hij hoort bij ons. We hebben die man geript. Hoe? Nou, hang die man op. Ja bro, die man. Ja toch? Hij is van ons. Komt goed, ja? Pas op. Ja, daar gaan we. Ik laat je weten als er weer wat is, ja? Hij gaat ons eigen weg. Hi, pas op die auto. Appie, je hebt hem toch? Ja. We hebben hem. Kom hier naar boven. Kom hier. Nee, we zijn al recht. Kortcenter. Ga je links de berg in? Dat het beste is, of niet dan? Ja, is goed, kortcenter. Hey, die groene Porsche die hoort erbij. Weet je nog? Ja, yeah, op die rij gewoon. Kortcenter gewoon, boys. Ja, kom erin. Ik moet wel omweg maken, sinds ik geen oprijder ben. Ja, zo makkelijk was het, man. Moest even die guy bellen, even wegrijden, terugkomen en klik. Appie, jij bent een pro, toch? Het zou alleen maar beter zijn als iemand achter ons aankwam. Dan zou hij weer kunnen rippen. Appie, kom terug. Ja, dat klopt. Maar je weet toch, die man echt omleggen. Het mag niet falen, snap je wat ik bedoel? Dus ik heb liever niet mensen echt achter me aan, eigenlijk. Dat is gevolgd. We zijn kortcenter. Nee. Ik kom er ook nu heen. Ik ben niet gevolgd, dus... Die Cayenne is een beetje raar aan het kijken, daarom. Hey, maar bro, kom nu naar deze locatie. Dan kijken we of die nog extra communicatie heeft, want die man is niet gefeerd. Hij heeft alleen zijn communicatie gedropt van wat ik weet. Ik ben gewoon met Appie achtervolgen. Maar kom gewoon snel, bro. Snel move. Wat, hoe lang duurt het nog, denken jullie? Ja, we zijn er nu. Ik hoor jullie. Kijk, ik hoor. Ja, laat hem uitstappen. Uitstappen. Zie die deur open? Ga eruit, maat. Ik zit vastgebonden, man. Kan niet. Bro, je hebt toch wel voeten, maat? Je handen zijn vastgebonden. Ik wil er ook bij. Oh, mijn handen. Ja. Ik dacht aan de stoel, joh. Kan jij nu? Kom eens even, maat. Gaan wij, dames. Doe je man afkleuren. Mattie, wat met respect, hè? Het is met dat ik ben vastgebonden. Met respect, hè? Het is met dat ik ben vastgebonden. Met respect. Anders had ik je zo hard teruggeslagen. Raad met respect, zeg ik jou. Wat dit?
maar die veel coca bladeren. Veel? Ik zeg eerlijk, die setje van jou is mislukt, man. Klopt. Waarom heb je het überhaupt gedaan? Waarom? Nu sta je hier. Ja. Nu sta je hier in het gammele strandhuis. Wat? Niet? Nee? Hier is de tuning. Je hebt geen humor, bro. Nee. Maar luister, bro. Hoezo wil je mannen van ons een setje zetten? Ja, explain. Oei, bro. Ik heb knuckledusten, bro. Niet doen. Explain. Maar, hoezo? Moet dat? Ja, tuurlijk. Zo moet dat. Je leven is in fucking gevaar, bro. Je gaat praten, bro. Bro, praat, bro. Praat ook met chest, bro. Hey, rustig. Laat me even tegen. Nee, want je wil met chest hem een setje zetten. Laat me ook met chest praten ook, ja, tegen mij. Ja, doe ik ook. Leg uit, waarom wil je onze tolly zeugen om uiteindelijk iemand een setje te zetten? Eh? Ja, broer. Hoe je man doet tegen de L. Gedraag je met die vieze shit van je. Hey, je moet een keer samen gym gaan, man. Jala. Dat was een. Wat zeg jij, broer? Dat was een. Rare goos. Rare goos. Ah, maar waarom heb je dat gezegd, bro? Wat? Laat het niet lijken. Ah, maar hold on. Laat even dat pijpen achterwege, man. Kleine jongen. Laat het niet lijken, wat? Niet zoveel pijpen, joh. Genoeg. Eén voor één. Hoor deze. Laat ze lul los. Wat? Hey, stop. Hey, luister, chef. Bro, gisteravond had jou op de loer, bro. Maar je was snel de city uitge... Gisteren? Ja, snel gaan slapen. Ja, klopt. Ik zag je daar slapen op een dak en zo. Je bent niet echt, lopen op een dak. Oh, dat bedoel je. Ja, bro. Oh ja, dan ik moet het pakken toch gisteren. Ja, ik was net te laat, bro. Dus je was eigenlijk gewoon te traag, eigenlijk. Ja. Niet slapen. Okay, maar bro, ik heb je nu toch, bro. Ik heb altijd geduld. Ja, nu. Maar mijn vraag aan jou is, bro. Waarom de fuck heb je überhaupt hem in setje proberen te zetten? Luister, die John Wick moest hem nog hebben. Ja, maar waarom zou John Wick hem moeten hebben? Waarom zou hij mij moeten hebben? Omdat hij uit Montego of zo ging. En hij heeft hem, zeg maar, op een vieze manier of zo gezet. Want hij was die tijd nog op plan om naar GB Shop te gaan. Dus ik zeg van, joh. Maar oké, wacht even. Wist je dat het helemaal foutief is? Dus deze man wordt zomaar in een groep gezet. Waar hij zelf op dat moment niet eens, zeg maar, dat hij dat wou, ik toch? Ik ben nooit in een groep gezet. Hij, niet jij. Oh. Ja, dus vervolgens. Ja. Eindstand, ja. Hij zit erin. Ja, wat moet je doen? Hij heeft uiteindelijk gezegd van ja, ik wil liever. Probleem? Hoezo ga je hem dan doodmaken? Is dat mijn probleem? Ja, want jij hebt uiteindelijk... Jij wist dat wij het waren. En jij hebt expres jouw ding gebruikt om ons in een setup te zetten. Toch? Ja of nee? Mijn macht bedoel je? Mijn macht of wat? Nou, zoveel macht had je niet, bro. Want het is totaal mislukt. Okay. Je zat als een G-man achter in de auto. Yo, jongen, kom naar deze parkeergarage. Want ik heb een lift nodig. Ja, maar ik moest toch? Want ik had iets op zak. Hij zegt van ja, nee, kunnen wij dan wel? Ik zeg, nou, is goed. Prima. Hoor hem, hè. Dus ik ging gewoon in die auto bij hem. En toen zei hij van John, kun je me oppikken bij die garage? Ik heb een lift nodig, man. Ik heb echt een pick-up nodig. Ja, oh dat. Ja, tuurlijk. Ja, maar luister, bro. Volgende keer als je een setje gooit, bro. Of tenminste, dat gaat hem niet eens meer worden, bro. Nou, de enige met stem ben jij hier. Met die gekke rendiermasker. Jij bent gewoon klaar. Weet je wat is? Die setje is helemaal fout gegaan sinds jij een auto hebt gebruikt die al gebruikt is door iemand die wij kennen. Waardoor wij al gelijk wisten. We waren al gelijk. Bro, je hoeft onze geheimen niet te vertellen, bro. Maar deze man is gewoon niet op een iets. Snap je? Dat is niet erg. Wij zijn wel op jullie verhaal niet, maar duidelijk. Ah, maar luister dan. Je mag even hier het gebouw op gaan lopen, man. Gewoon op gaan lopen? Ja, man. Vertel je me niet. We gaan even... Loop. Wat denk je? Loop met je lelijke idee. Loop met je lelijke idee. Loop. Gymboys toch, of niet? Ja, Gymboys. Dan, Gymboys. Kom, Gymboys. Goed lopen. Loop, zeg ik je toch? Hey, broer. Zie je die gun? Allar. Welke gun? Ja, achter jou. Die is net, man. Die is net. Bro, hij gaat hem zo diep in je kont stoppen, bro. Ga je zien of die echt jij bent echt op die game shit, of niet? Jij bent echt op die game shit. What the fuck? Bob heeft meegepijpt om te joinen. Bob heeft meegepijpt om te joinen. Want ik wil precies nooit joinen. Ik wil precies nooit joinen, rare kerel. Maar nu laat je lijken. Maar nu laat je lijken. John weet waarom ik niet wou joinen, maar maakt niet uit. Maar John weet de reden waarom ik niet wou joinen. Maar kijk, weet je zeg maar. En IJsland, wil jij ook een setje gooien? Wauw. Alles is opgezet. Alles is opgezet. Ja. Kale. Bro, luister, die ene mattie van je met die handdoek, broer. Op die pluk gaan we nog hierna ook nog pakken als het moet. Kepi, hou me erbuiten. Hou me erbuiten. Kalo Jala. Staan blijven. Als het één ding is wat ik niet tegen kan. Zijn het mensen die nep zijn, mensen. Ga op je knieën. Ga op je knieën. Ik ga toch dood, dus ik ga niet op mijn knieën zitten, gek. Ik wil die man liquideren, bro. Ik ben die man zat. Zie je, dus ik ga niet op mijn knieën voor jou.
Hey, maar, collega, mag ik die man liquideren voor je? Met je cage. Waar staan jullie nu al? Helemaal boven. Hey hondje, wat zei je? Welke kant? Ik wist geen hond. Gewoon, Mattie, ik weet niet meer wat die buggies hebben gedaan. Hey broeder, mag ik hem liquideren voor je, bro? Want deze man... Mattie, we hebben een 50-50% kans. Ik weet niet wat loslaat is en... Gewoon wegduwen. Is het niet moeilijk? Het staat in. Je moet op G drukken. G is loslaten. Wat is G? G-team. Oh, met Jimmy is gewoon G-team. I see. G-team. Staan hier. Hey collega, mag ik hem liquideren? Bro, doe wat je met hem wil. Ik heb even je pijp nodig, man. Die van mij heb ik thuis gelaten, omdat ik met die nakkeldasten kan blijven. Je hebt er geen, want die ben je kwijtgeraakt waarschijnlijk. Wat? Niet eens. Ik heb er gewoon eentje, maat. Sowieso wel. Luister, zet die ding in zijn mond, zodat hij nog voor één keer aan iets kan zetten. Zet die ding in zijn mond. Doe je mond open. Ik ga toch dood, dus nee. Doe je mond open. Echt niet, ik ga toch dood, dus nee. Pijpen, sokkert. Doe je mond open. Hey Bob, luister man. Deze man zegt dat jij pijpt en zo, broer. Pijp je? Rare kill. Boys. Blijf stilstaan. Ga tegen die rand aanstaan daar, zonder te jumpen. Ik ga toch dood, dus ik ga precies niks luister, voor je Mattie, doen. Luister, Mattie. Bij deze weet jij helemaal niks meer. Tegen die rand. Oké. Boys. Blijf staan. Stel af, boys. Wat dacht je, broertje? Wat dacht je? Kijk hem daar. Niet meer doen, maat. Kijk je nu, liggend. Kijk het naar de zon. Ja, ga weg, man. Kleine jongen. Die bent aan mij geven. Ik heb hem niet. Wie heeft je wapen? Okay, hij wordt snel weg, want politie gaat klaar. Ja, ik geef die kogels later, ja. Ik heb ook kogels. Jij bent in Burger. Ja, ik. John, je hebt wapen toch? Ja. Goeie missie, boys. Misschien moeten jullie instappen bij mij, want als jullie naar binnen gaan rijden, stoppen de politie jullie van, ja. Ja, maar weet je wat het is als mijn auto is? Dat denk ik van, ja. Boys, de een of andere. Hey. Boys, de politie is er al. Ze zijn er al. How could it ever be dumb when I know we need more? If I never told mama we're selling at tours. I'm in a backseat S-Class, hand up best class. You were never there before. If I never held guns, if I never held corpse.